start is gevallen. Start valt en een duel om de leiding. Miss Wish gaat dat heel makkelijk winnen. Aan de buitenkant gaat de 4 mee naar voren. Maria Hall helemaal aan de buitenkant. Mr. Good News. Favoriet Modo di Quattro ligt midden in het veld. Helemaal ingemetseld tussen de paarden. Maar voorlopig moet hij even wachten tot er ruimte kan komen. Miss Wish wil de leiding wel kwijt en staat hem inmiddels af aan Mr. Good News. Mr. Good News neemt de leiding over. Miss Wish op plaats 2. Plaats 3 is voor het nummer 3, New Sunshine. En de vierde plek voor het nummer 4, Maria Hall. Daarachter aan de relingzijde volgt New Lingerie. En daarachter volgt dan aan de buitenkant Modo di Quattro. Modo di Quattro wordt gevolgd door Jeffrey Miras met Montoya Trans R. Tussentijd, de eerste, 1-12-7. En daar komen de aanvallers aan de buitenzijde. Komt Modo di Quattro mee naar voren. Die komt dwars door het veld heen. Die gaat binnendoor bij Mohawk River, die voorin lag, maar die door Jaap van Rijn terug wordt genomen. Wil graag even inparkeren, en dat kan nu ook. En zo gaan de paarden de linkerbocht door, de Tjarda-bocht. Vooraan nog altijd Mr. Good News. Tweede plek voor Miss Wish aan de binnenkant. Buitenkant ernaast Maria Hall. Modo di Quattro heeft de rug van Maria Hall. Ligt op dit moment op plek 4. En daarachter ligt Mohawk River op de rug van de favoriet. Zo gaan de paarden 2 aan 2 de rechte lijn voor de tribune door. En de leider blijft Mr. Good News. Tussentijd 17-6. En zo gaan ze de laatste kilometer in. Mr. Good News, Miss Wish, Maria Hall aan de buitenkant, Modo di Quattro. Tesla doet zijn bril even goed. Die zal ongetwijfeld een beetje vies geworden zijn, maar dat geldt voor alle rijders. Binnenkant daarnaast New Sunshine. Daarachter volgt Christa Lauwersheimer aan de binnenkant met New Lingerie. Mohawk River daarnaast. Daarachter aan de binnenkant Kolk P. Met daarnaast Montoya Trans R in de laatste plaats. Maar dan wil hij graag weg, is voor Jort en die gaat naar het derde spoor. Jort valt aan, maar dat doet ook Modo di Quattro. Die zet de turbo even aan en in een flits is hij naast de leider. Eens kijken of hij er ook in een flits overheen gaat. Dat probeert Dion Tesla wel. Gaan op weg naar de laatste bocht. En Modo di Quattro is inderdaad de nieuwe leider. Tweede plaats is voor Mr. Good News. Een probleem in het veld voor Maria Hall. Die viel daar ineens heel snel terug. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Miss Wish komt nu ook naar het tweede spoor. Uitgeschakeld, nummer 5 galop. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze... Oh, daar gaat de kop lopen. Modo di Quattro gaat aan kop van de benen. Uitgeschakeld, nummer 10 galop. Lag duidelijk voor het veld. Leek op weg naar de overwinning. Maar was ineens in de fout. En nu moet de trainingsgenoot het dan maar afmaken. Miss Wish, want die zet nu de aanval in. Mr. Good News wordt gepasseerd door Miss Wish. Aan de buitenkant komt Jan Baas oprijden met New Sunshine. En zo zijn ze in de laatste 200 meter. Ook Mohawk River zit er vlakbij, maar die gaat ook niet winnen. Het is Miss Wish die leidt. En Miss Wish 13-4 de laatste 500 meter. Loopt naar huis. Miss Wish de winnaar. Tweede plek, goede New Sunshine. En de derde plaats aan de relingzijde is nog altijd voor Mohawk River. 15-4 voor de winnaar.